Hallo allemaal, leuk ik naar Splitsplint, een nieuwe video. Ik ben Riske van Konijn 5 en ik moet eigenlijk vandaag even naar de fietsenmaker toe. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik eerst een kleine update van mijn kamer laten zien. Dat ga ik nu even doen. Er is niet heel veel veranderd, maar zoals je ziet, de stickers van de Konijn 5 zitten er eigenlijk ook op. En de deur is helemaal wit geverfd. En als we de kamer even naar binnen gaan, ja, er is niet heel veel veranderd, maar ook aan deze kant zie je dat de stickers erop zitten en dat de wit is geverfd ook. Door mijn moeder onder andere, dus het is wel heel fijn dat dat in ieder geval klaar is. Goed, dan gaan we in ieder geval naar beneden, dames en heren. En heb ik hier nog een kleine folder dat ik heb meegenomen vanuit de Spitgate in Hakema. Ik ben daar geweest namelijk en ik zal hem even laten zien. Want 2 september dan is er... Oh, moet ik even omdraaien. 2 september dan is er in ieder geval, dan is er een soort ambachten streekmaker, zo bij de Spitgate en Hakema. Dus lijkt me hartstikke leuk en heb je dan niks te doen, dat is volgende week zaterdag. Ik zou zeggen, ga er gewoon even naartoe. Ik ga ondertussen even naar de fiets maken, want ik zal jullie even laten zien wat er aan de hand is met mijn fiets. Zoals je kan zien, mijn voorlicht is dus stuk. En hij is er eigenlijk uitgevallen. Er zit nu een heel groot gat in. Deze moet even gemaakt worden, want ja, ik kan dus niet zonder licht fietsen dus. Jongens, ik heb nu inderdaad een leenfiets even geleend van u even. Nou, inmiddels ben ik dus weer thuis, dames en heren. En dat betekent dus dat ik de vlog zo meteen weer ga afsluiten. Maar voor ik dat ga doen, dames en heren, nog even een kleine update van wat er dus gaat komen. Oké, dames en heren, ik heb het al gezegd, in september gaat er sowieso heel veel dingen gebeuren. Vanaf morgen trouwens ga ik weer een nieuwe vlog online brengen waarschijnlijk, want ik ga met Edwin naar Groningen. Dan moet ik nog even kijken hoe en wat en als hij er ook op wil, ja of nee. Ik had het ook al laten zien, vanaf september gaat het sowieso heel druk worden, want onder andere 2 september al de ambachten in een streek maakt in, wat was ik nou weer, in Hakema. Wil je er heel graag naartoe? Ik zou zeggen, ja, ga er naartoe. Het kan wel heel leuk zijn als je, als je daarvan houdt tenminste. Wat ook nog komt, moet ik even nadenken, 27 augustus ook oude ambachten en zo ook streek maken in de zoekerij in Damwoude is dat. Dus ben je er heel erg nieuwsgierig naar, vind je dat soort dingen hartstikke leuk? Ja, ik zou zeggen, ga er naartoe dan, als je dat heel leuk vindt, tenminste. Voor de rest, vanuit mijn kant, qua video-ideeën, qua video-dingen. Mijn tijdsdagen komen er weer aan en ik moet hier vast al een kleine excuses aanbieden naar jullie. Want ik heb vorig jaar wel gevlogd op de YouTube, mijn tijdsdagen, look, sorry. Helaas niet online gekomen. Dit is waarschijnlijk omdat ik het, het is een hele lange vlog geworden en ik had er gewoon, geen tijd om dit even goed te bewerken, om het goed door te nemen. Dit ook mede door andere video's die ik wel opgenomen heb en zo. In ieder geval, ik ben wel van plan om misschien nog wel alsnog even online te brengen, maar misschien is het ook wel heel verwarrend. Voor dit jaar ga ik sowieso ook weer filmen en vloggen, dus wil je daarbij zijn? Het is een gratis festival, het is in Dokkum. Ik zou zeggen, kom gerust langs, kom je mij tegen, mag je me altijd aanspreken. Het lijkt me hartstikke leuk, je mag altijd een foto maken of wat dan ook. Dus ik zou zeggen, ja, doe dat dan ook vooral. Vind ik altijd hartstikke leuk om mijn fans te zien. Voor de rest, nog even over de Efteling dan nog. Ik las een klein nieuwtje, een heel klein update over dat je niet meer mocht livestreamen in de Efteling. Ik heb het even nalopen vragen in een mail. En ik heb een mail teruggekregen en deze mail ga ik... Hierin ga ik veel dieper op in mijn tweede YouTube kanaal. Ik heb een tweede YouTube kanaal samen met Nout over de Efteling en alles wat met Efteling te maken heeft. Dus ook dit soort dingen. Ik zou zeggen, ben je heel nieuwsgierig naar het linkje in de beschrijving. Dus ja, ik zou zeggen, klik erop en dan kun je zien hoe ik dus ja, dieper op inga in dit onderwerp. En dan laat ik ook weten hoe het zit met wel of niet livestreamen in de Efteling. En hoe het zit met vlog in Efteling en muziekrechten. Dat ook misschien vind je dat wel interessant om dat te weten. Dus ik zou zeggen, kijk vooral even. De fiets staat inmiddels bij de fietsenmaker, dames en heren. Nou, dat had je al gezien. Wanneer dat klaar is, dan word ik dan doorgebeld. Ik hoop niet dat het heel lang gaat duren.
Maar goed, vond je het een hartstikke leuke video? Geef dan even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op Konijn5 en abonneer ook op de YouTube-kanaal van Mij en Nout. We gaan misschien binnenkort trouwens wel nog even vloggen in de Efteling. Ook deze video's zouden dus op mijn dat kanaal komen. Ja, ook nog even bedankt voor alle felicitaties voordat ik het helemaal vergeet. En nogmaals, vond je het een hartstikke leuke video? Geef een blauw duimpje omhoog. Abonneer op Konijn5 en dan zie ik je later weer in een volgende video, in een volgende vlog of wat dan ook. En ik zeg doei!